Dit jaar slaan jullie de eerste drie hoofdstukken van het boek over. Jullie beginnen de geschiedenis te bestuderen vanaf het jaar 1000. Maar je moet natuurlijk wel even weten wat er daarvoor gebeurd is. In dit filmpje geef ik een hele snelle, korte samenvatting. De westerse geschiedenis tot het jaar 1000. Samenvatting dus van hoofdstuk 1, 2 en 3. Tot ongeveer 10.000 voor Christus en in sommige gebieden nog later leefden de mensen op een nomadische manier, waarbij ze voedsel verkregen door middel van jagen, vissen en het verzamelen van zaden, noten en vruchten. Langzamerhand, vanaf ongeveer 10.000 voor Christus, ontstond de landbouw. Boeren vestigden zich op vaste woonplaatsen waar ze gewassen verbouwden en vee hielden. Dat gebeurde als eerste in dit gebied wat we hier zien, het Midden-Oosten, het gebied wat ook wel de vruchtbare halve maan werd genoemd. En hier zien we hoe zo'n dorpje eruit zag. En langzamerhand groeiden die dorpjes groeiden uit tot steden. Want zodra de landbouw voldoende opbracht, konden sommige boeren zich gaan specialiseren in handel, in ambacht of in bestuur en godsdienst. En zij vestigden zich in ommuurde nederzettingen. Nogmaals, dit gebeurde allemaal als eerste in het Midden-Oosten. Maar langzamerhand verspreidde de landbouw en de steden zich ook richting Europa. En in Griekenland was eigenlijk het eerste gebied waar steden ontstonden. Daar ontstonden zelfs stadstaten. In de Griekse stadstaten ontstonden bestuursvormen als aristocratie, monarchie en democratie. Die moet je maar eens even in de begrippenlijst opzoeken. Filosofen discussieerden over de beste bestuursvormen en dachten als eerste op een wetenschappelijke manier na over de natuur en de mens. Oké, dus er ontstaat een soort Griekse cultuur. Maar als de Romeinen Griekenland overnemen, dan nemen ze ook meteen een deel van die cultuur over. En nu spreken we dan dus ook van de Grieks-Romeinse cultuur. De Grieken en de Romeinen ontwikkelden in de bouwkunst en beeldhouwkunst een cultuur die maatgevend werd voor de latere westerse beschaving. We zien dus nog steeds veel van die cultuur van die Grieken en die Romeinen zien we terug in onze huidige maatschappij. Hoe komt dat? Omdat ons land voor een deel, net als een groot deel van West-Europa, veroverd werd door de Romeinen. Wij maakten deel uit van het Romeinse imperium. Linksboven in de hoek zie je een kaartje hoe dat Romeinse Rijk er op zijn grootst uitzag. Maar langzamerhand stortte dat Romeinse Rijk weer in elkaar. Dat kwam onder andere doordat de Romeinen de Germanen niet onder controle kregen. De Germanen woonden in Noordoost-Europa. En het kwam regelmatig tot een confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur. De Germaanse stammen ten noorden van het Romeinse Rijk voorkwamen een verdere Romeinse opmars. En later drongen de Germaanse stammen het Romeinse Rijk binnen. Ze namen de Grieks-Romeinse cultuur daarbij wel gedeeltelijk over. Oké, dus ze versloegen de Romeinen, maar de cultuur werd voor een deel behouden. En één ding wat ervan behouden werd, of wat langzamerhand over werd genomen, was het christendom. En in het Romeinse Rijk is het christendom ontstaan. Het christendom is een monotheïstische godsdienst. Een godsdienst met één God. Het christendom was echter niet de eerste monotheïstische godsdienst. Dat was het jodendom. Het Jodendom ontstaat zo, laten we zeggen, vanaf 1300 voor Christus, als Mozes zijn leden van zijn stam terugleidt naar Israël, of het tegenwoordige Israël moet ik in ieder geval zeggen. En ja, de Joden geloven dus als eerste in slechts één God. En eeuw voor Christus legde Mozes dus de Joodse wet vast. En het Christendom ontstond als stroming binnen het Jodendom en groeide uit tot de belangrijkste godsdienst in het Romeinse Rijk. En in de vierde eeuw voor Christus, of sorry, in de vierde eeuw na Christus, of werd het christendom zelfs de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. Oké, dat zien we daar dus ook op dat kaartje linksboven al een beetje gebeuren. We zien het christendom zich langzamerhand verder verspreiden, let op de jaartallen. We zien ook een grote groene lijn door dat kaartje heen lopen. Dat is de grens die de islam bereikte rond het jaar 1250. Dus je ziet de tijden gaan een beetje door elkaar lopen. Even over de islam. Nou, in de 7e eeuw stichtte de Arabier Mohammed de derde grote monotheïstische godsdienst, die islam dus. Zijn volgelingen veroverden in de eeuw na zijn dood grote delen van Azië, Noord-Afrika en het Iberisch Schiereiland. Dat is dus het gebied ten zuiden van die groene lijn die we zien. Het christendom zelf verspreidt zich dus ook steeds verder. Over heel Europa heen. Nogmaals, het was staatsgodsdienst van de Romeinen geworden. Maar uiteindelijk zal het Romeinse Rijk uit elkaar vallen.
maar het christendom blijft bestaan. En het christendom verspreidt zichzelfs over die grenzen van dat oude Romeinse Rijk heen. Veel van die Germaanse volkeren nemen dus ook het christendom aan. En ja, daarom moeten we dus weer even teruggaan naar Europa, want het Romeinse Rijk verdwijnt dus. Het Romeinse Rijk in ieder geval. En het christendom is eigenlijk het enige wat er echt van blijft bestaan. En dan komen we dus in hoofdstuk 3 terecht, de middeleeuwen. Want de Romeinen die hadden een heel goed bestuur. Die hadden een heel goed leger. En die hele cultuur, dat hele bestuur, dat valt helemaal uit elkaar. Ja, die cultuur die wordt eigenlijk vervangen door een zelfvoorzienende agrarische cultuur. Die wordt georganiseerd via het hofstelsel en de horigheid. Dat is wat we hier zien. Grootgrondbezitters heersten op zelfvoorziende domeinen of hoven over horige boeren die hun grond niet mochten verlaten. Heel simpel gezegd dus, boeren moesten voor hun heer werken en allerlei andere klusjes doen. En in ruil daarvoor kregen ze bescherming van hun heer. Er was immers geen leger meer dat hen kon beschermen. Oké, maar hoe zit het dan eigenlijk met die heren? En hoe zit het met de heren van de heren? Oftewel, hoe zit het met de koning? Hoe zit het met het bestuur? Als dat is weggevallen na het Romeinse Rijk. Dan zie je dus dat de macht heel erg versnipperd raakt. En langzamerhand ontstaan daardoor feodale verhoudingen in het bestuur. En we zien hier één belangrijke koning staan er in het midden, Karel de Grote. Die is heel belangrijk geweest voor dat feodale bestuur, ook wel het feodalisme genoemd. Hoe werkte dat? Nou, eigenlijk heel simpel. Vroegmiddeleeuwse vorsten die gaven lagere edelen grond en bescherming in ruil voor een eed van trouw. Ze kregen zo'n feodale relatie van leenheer en leenman. In de praktijk gedroegen veel van die leenmannen zich als zelfstandige heersers. En dat is eigenlijk wat er allemaal gebeurt. Oké, dus we pakken hem heel even terug. We zien dus dat jagers en verzamelaars langzamerhand, en dus eerst in het gebied van die vruchtbare half maan in het Midden-Oosten, zich op één plek gaan vestigen, daar aan landbouw gaan doen. Daardoor produceren ze meer voedsel, kunnen ze op één plek blijven wonen, komen er meer mensen op die plek wonen, ontstaan dus dorpen die langzamerhand uitgroeien tot steden. Nou, de eerste echte steden zien we in Europa, in Griekenland ontstaan, die Griekse stadstaten. Daar ontstaat een cultuur die voor een deel wordt overgenomen door de Romeinen. En die Romeinen die verspreiden eigenlijk die Grieks-Romeinse cultuur door hun veroveringen weer verder over de rest van Europa. In dat Romeinse Rijk ontstaat het christendom. Dat christendom dat wordt zelfs de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. En als dan in 476 na Christus het Romeinse Rijk door Germaanse stammen wordt overgenomen, verdwijnt eigenlijk zo'n beetje het hele bestuur, verdwijnt de infrastructuur, maar het christendom blijft bestaan in die middeleeuwen en dat verspreidt zich zelfs verder over Europa. Het Romeinse bestuur valt dus weg. Er moet een andere vorm van bestuur komen, dat wordt dat feodalisme. Een koning die dus zijn macht verdeelt onder leenmannen. En voor de lokale bevolking, die hebben dus geen bescherming meer van een leger. Die zoeken bescherming bij een lokale heer. En in ruil daarvoor moeten zij klusjes voor hem doen, moeten ze op zijn land wonen. En dat is het hofstelsel. Oké, en dan komen we uit rond het jaar 1000. En dan zitten we dus echt midden in de middeleeuwen. En we staan op het punt van grote verandering.